Zoals je misschien wel weet ben ik erg positief over het bedrijf Tesla en heb ik al erg veel geld verdiend met het aandeel Tesla. En misschien ken je ook wel ARK Invest met hun koersdoel van 4600 dollar voor het aandeel Tesla in 2026. Maar in deze video wil ik toelichten waarom ik denk dat dat koersdoel zeer onwaarschijnlijk is en misschien zelfs wel gewoon onzin is. En dat komt niet door een mogelijke recessie die er zit aan te komen of door de mogelijke aandelen splitsing die gepland staat, maar juist door de berekening, door de manier waarop hun koersdoel berekend is. Ik denk een interessante video, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Op dit kanaal werken we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. Eind vorige maand maakte ik al een video over de koersdoelen van analisten. En in die video geef ik aan dat je niet zomaar uit kunt gaan van die koersdoelen, maar dat je wel gebruik kunt maken van hun data, zoals bijvoorbeeld de omzet die zij verspellen. En dat was ook de reden dat ik juist de analistendata heb toegevoegd aan beleggertools. En de reden dat je het koersdoel niet zomaar moet volgen, dat je er niet zomaar van uit kunt gaan, is omdat je niet weet hoe ze dat berekend hebben. Je weet niet welke manier of hoe zij berekenen met welke winstmarges, met welke percentages of met welk gewenst rendement zij een berekening maken. Die berekeningen, die data is alleen beschikbaar voor betalende klanten en dat kost vaak duizenden euro's om dat onderzoek wel te krijgen, om dat inzicht wel te krijgen, en daarom wil ik vandaag dan wel juist gaan kijken naar het koersdoel van Ark Invest. Want als je Ark Invest een beetje kent, dan weet je dat zij heel veel delen, heel veel openbaar maken, uh, hoe zij denken, waarom zij zo denken, en daarom kunnen we ook gaan kijken hoe zij tot de conclusie komen. Want bij Ark Invest hebben we wel inzicht in hoe zij de waardering maken voor hun koersdoel. En dan is het wel belangrijk om te weten dat Arkenvest in hun waardering gebruik maakt van de Monte Carlo-simulatie. Dat is een simulatie die vele mogelijke uitkomsten berekent op basis van de input die je geeft. Of eigenlijk vooral de bandbreedte van die invoer. Dus je zegt bijvoorbeeld dat de bruto marge ligt tussen 20 en 80 procent. En dan houdt het model daar rekening mee en gaat het rekenen met willekeurige marges die eigenlijk ja, ingevoerd zijn door jou. Wat de bandbreedte daarvan is. En dat is dan even een hele korte, simpele uitleg van de Monte Carlo-simulatie. Dat er eigenlijk. Uh, heel veel simulaties worden gedraaid in het voorbeeld van Ark Invest. Zometeen 5000 van dit soort scenario's. Dat er, het voordeel hiervan is dat er juist rekening wordt gehouden met ook heel onwaarschijnlijke scenario's. Dat kan heel negatief zijn, zoals dat het bedrijf um, ja, bijna geen winst maakt of misschien zelfs wel failliet gaat. Ook dat wordt bijvoorbeeld meegenomen. Maar juist ook heel positieve scenario's, dat het bedrijf een monopoliepositie krijgt, dat alles goed gaat en dat het veel harder groeit dan waar eigenlijk iedereen rekening mee houdt. En kijken we hier dan naar het, uh, het onderzoek, het, uh, ja, het waarderingsmodel van Arkinvest voor het aandeel van Tesla. Dat kun je trouwens downloaden op hun website. Ik zal trouwens ook even een link hier naar dit bestand um, in de omschrijving onder de video zetten. Ik heb het dan even geopend in Google Sheets, maar het is gewoon een, een Excel-document. Dan zien we dat we hier een tabblad hebben met table of contents. Daar leggen ze uit het, eigenlijk uit wat elk tabblad doet. Een tabblad bijvoorbeeld voor de input van het model. Voor de uh, average sell selling price. Het gemiddelde verkoopprijs van een voertuig bijvoorbeeld. Nou, die kunnen bijvoorbeeld hier zien we waar ze rekening mee houden. Het model houdt bijvoorbeeld rekening met een uh, maximale bruto winst. Van in het ene geval 20%, in het andere geval 40, 60 of zelfs 80%. Je ziet ook veel meer andere dingen waar het model uiteindelijk rekening mee gaat houden. Van hoeveel uh, procent van de auto's die in 2026 gemaakt worden. Worden bijvoorbeeld gebruikt als, als taxi. Maar dan wel door, door een persoon gebruikt. door een, eh, nog echt een chauffeur, een taxichauffeur erin zitten. Dus nog niet zelfrijdend, zoals een robotaxi, bijvoorbeeld. Al dat soort dingen worden um, ja, meegenomen in dat model. En ik ga ze niet even allemaal behandelen, dat kun je vooral zelf even bekijken. Maar in ieder geval, je ziet dus uh, hoe het ongeveer wordt berekend. Op heel veel punten wordt eigenlijk een range aangegeven van misschien is het 0% tot maximaal 30%. En het model gaat dan zelf daarvan uit. Um, ja, voor elk van die mogelijke combinaties gaan ze een berekening maken. Nog meer, veel meer input. Uh, je ziet vooral welke modellen ze dan hebben, hoe ze er rekening mee houden. Wat ze denken dat de total, total uh, addressable market is het. Ja, totale markt die ze zouden kunnen bedienen, wat het aandeel van Tesla daarin is. Dus heel veel um, ja, assumptions worden gedaan, heel veel uh, verwachtingen of aannames worden eigenlijk gedaan, worden verwerkt in, model, in dit model. En dan kom je uit bij de output van het Monte Carlo model. Um, dat zal ik even heel kort even gaan bekijken. Je ziet hier uh, Monte Carlo 1, dit is de eerste simulatie en die gaat zo 5000 rijen door, zeg maar. 5.000 simulaties zijn er dus in principe gedraaid. Er wordt gekeken in dit soort situaties, wordt in het ene geval bijvoorbeeld de uh, maximale bruto marge, komt in dit geval in deze berekening uit op 32%. Dan zouden ze dit verdienen op een auto. De, omzet, of de groei van de productie kan zoveel toenemen per jaar. Zoveel procent van de auto's wordt dan met een... Um, met een echte taxichauffeur gebruikt. Want voordat ze naar een robotaxi gaan. is de gedachte dat het uh, altijd eerst nog een echte chauffeur erin zal zitten. om het vooral nog een keer te testen. of misschien ook wel de regelgeving die nog niet helemaal voldoet. Nou, werkt de robotaxi in dit jaar dan al? In dit geval zeggen ze ja, want die gaat namelijk in 2023. zal die wel van start gaan, de robotaxi. Dan verkopen ze naar schatting bijna 8 miljoen auto's in 2026. Is dat hun omzet van auto's? Maken ze die marge? Ze verkopen ook verzekeringen. Nou, daar verdienen ze ook geld aan. Dan aan de taxi zelf verdienen ze ook nog geld. Waardoor de totale omzet in dat jaar zo uitkomt. Met die marge verdienen ze uiteindelijk zoveel geld. En zal de market cap zoveel zijn. Oftewel, gedeeld door het aantal aandelen, zou in die situatie de, de aandelenprijs, de koers, waarschijnlijk uitkomen op zo'n 5200 dollar. En dat is dus in 2026. En zoals gezegd, de waarschijnlijkheid dat dat gebeurt. Is 1 vijfduizendste of 0,02 procent. En al die aannames, al die simulaties worden gedraaid. En dan krijg je dus een bepaald beeld. Nou, wat is dan meteen opvallend als je hier naar kijkt? Dan is dat bijvoorbeeld de tweede rij al meteen, de tweede simulatie. Want wat mij dan opvalt is dat ze dan uh, bijna ja, meer dan 53 miljoen auto's gaan verkopen in dat jaar, in 2026. Dat is niet alleen heel onwaarschijnlijk omdat dat binnen vier of vijf jaar al is. en ze afgelopen jaar maar één miljoen auto's deden. dat is ook heel onwaarschijnlijk. omdat je bijvoorbeeld kijkt naar Volkswagen of Toyota. dat zijn de grootste autobouwers ter wereld. die doen nu zo'n 10 tot 11 miljoen auto's per jaar. de totaal. Uh, voor de hele wereld worden 100 miljoen auto's per jaar gemaakt. dus in dit. in deze scenario zou je denken van. oh Tesla heeft dan meer dan 50% marktaandeel. Over vijf jaar al. En dat lijkt mij gewoon heel onwaarschijnlijk. En dan is dat niet eens zo heel erg, heel erg eigenlijk. Want juist het Monte Carlo simulatiemodel is ervoor gemaakt. om juist met dit soort ja, rare situaties. toch rekening mee te houden. al is het maar 0,02 procent. dit soort situaties zou theoretisch gezien. Voor, ja, ...voor kunnen komen, dus is het wel belangrijk om er rekening mee te houden. Dus dat is niet die ene reden waarom ik nu al meteen niet denk dat het heel onwaarschijnlijk is... ...of misschien zelfs wel onzin is het koersdoel van, uh, van ARK Invest. Maar waarom ik dat wel denk is eigenlijk vanwege twee dingen. Aan de ene kant wel de productieaantallen, maar dan niet van die ene situatie, maar van het totaal. En aan de andere kant de robotaxi's wanneer zij denken dat die ingevoerd gaan worden... Kijken we naar de productieaantallen en pakken we dan de outlook vanuit de laatste kwartaalcijfers uh, die Tesla bekend heeft gemaakt, dan zien we op pagina 10 daarvan dat ze het praten over het volume. En wat daar eigenlijk gezegd wordt is dat over een multi-year horizon we expect to achieve uh, 50% average annual growth in vehicle deliveries. Oftewel, de productieaantallen zien zij voor de ja, in ieder geval korte termijn, multi-year horizon, nou dat is misschien. Drie jaar, vijf jaar, misschien wel zeven jaar, ik weet het niet. In ieder geval de komende jaren denken zij in ieder geval die 50% gemiddelde groei per jaar wel te halen. Afgelopen jaar was het bijna verdubbeld, 80, 84% zelf geloof ik. Dus, um, maar ja, gaan we kijken, zoals gezegd, wat deden ze afgelopen jaar. Nou, dat, zoals gezegd, dat ging bijna verdubbeld van zeg maar 500.000 auto's in 2020 naar 900.000. 34.000 autos, geloof ik, in 2021. Behoorlijke toename. Maar zelfs als we dan hier gebruik van maken van deze gegevens zouden we zelfs uitgaan van bijvoorbeeld 60% groei... voor de komende vijf jaar, dat we in ieder geval in 2026 dus uitkomen... dan kom je volgens die berekening ongeveer uit op 10 miljoen auto's in 2026... en dat is dus, ja, het zou eventueel haalbaar kunnen zijn... zeker als de groei zo doorzet zoals het de afgelopen tijd heeft gedaan... maar het is natuurlijk wel steeds lastiger om een groter bedrijf... met dezelfde groeipercentages te blijven voldoen. Maar in ieder geval, het zal volgens die berekening... en ook volgens Tesla's eigen verwachting wel zo kunnen zijn dat dat gehaald wordt... En over 2030 zegt Tesla dan ook weer iets. Uh, Elon Musk heeft zelfs namelijk van de week nog in een interview aangegeven dat het de ambitie van Tesla is om in 2030 20 miljoen auto's per jaar te maken. Dat is een ambitie, dat wil niet zeggen dat het ook gehaald gaat worden. Het zou wel zo kunnen, want eerdere ambities hebben ze ook gehaald, lijkt het uiteindelijk wel. Dus het is wel mogelijk, het is het doel van Tesla. En in 2030 praten zij dus over ja, een ambitie van 20 miljoen uh, voertuigen per jaar. Kijken we dan naar de uitkomsten van het Monte Carlo model en dan uh, eigenlijk in een grafiek uitgeplot, zeg maar, dan zie je al meteen een paar dingen die heel erg opvallen. Er is zelfs één simulatie die rekening houdt met meer dan 100 miljoen auto's. Dan zou dus ja, eigenlijk de productie van de laatste jaren, zouden alle auto's van Tesla wereldwijd of alle auto's die geproduceerd worden, zouden dan van Tesla zijn. Want Tesla heeft in dat geval zeg maar 100% marktaandeel. Lijkt me heel onwaarschijnlijk, maar oké, okay, dat is 0,02% in de berekening. Maar wat eigenlijk verder ook nog opvalt is dat er toch ook al redelijk wat puntjes boven de 75 miljoen zitten. Boven de 50 miljoen ook nog gewoon heel veel. En zelfs boven de 20 miljoen zien we heel veel puntjes. En nou zou je kunnen denken, boven de 25 miljoen, dat ligt heel dicht in de buurt van de 20 miljoen die Tesla zegt. Alleen het verschil is wel 4 of 5 jaar. Arkenvest heeft het over 2026, Tesla heeft het over 2030. En in een paar jaar tijd kan bij deze exponentiële groei natuurlijk wel een behoorlijke impact hebben. Maar als je zo gaat kijken, zie je dus dat er eigenlijk al heel veel boven de verwachting van Tesla zelf ligt. En ik denk misschien dat Tesla wel een beetje voorzichtig kan zijn. Maar dan alsnog is dit wel een enorme toename boven hun eigen verwachting. Dat zien we eigenlijk ook in dit uh, overzicht heb ik het even uitge uitgesplitst. Gaan we kijken naar de productieaantallen. Tussen de 0 en 5 miljoen. Voor 2026. Dus is dat zo'n 8%? Nou, dat kan wel kloppen. Er zitten ook productieaantallen bij van 2 miljoen? Dan zou bijvoorbeeld de komende jaren alles tegen zitten. Misschien wel. Zit er ook dus wat bij richting de 5 miljoen? Lijkt me wat realistischer. Gaan we kijken naar meer dan 5 miljoen? Dan zien we dat in die simulatie bijna 92,5% van de simulaties uitgaan van meer dan 5 miljoen. Kan wel kloppen als Tesla zelf uitgaat van bijvoorbeeld 10 miljoen. Kijken we naar meer dan 7,5 miljoen, dan daalt het al een beetje, maar nog altijd bijna ja, iets meer dan 83%. Pakken we die 10 miljoen die Tesla een beetje zelf zou kunnen verwachten. Dan is zelfs ja, 73,5%. Bijna 75% van de simulaties van ARC komt boven die 10 miljoen uit die Tesla zelf verwacht. Kijken we naar 20 miljoen, waar Tesla dus uitgaat van 2030. ARC in 2026. Bijna 37% van de simulaties. Heeft meer dan 20 miljoen als productieaantal. En boven de 50 miljoen. Is dat zo'n 2,7 procent? Dus behoorlijke verdeling. En natuurlijk, het idee van dit model is dat je rekening moet houden met uitschieters, met dingen die je niet verwacht. Ik denk alleen dat de verhouding van deze productieaantallen wel heel erg positief is. En dat er wel heel veel dingen heel positief uitpakken. En dat de kans dus dat al die dingen gebeuren. Het kan natuurlijk wel een keer gebeuren in een simulatie, maar niet bij dit soort percentages, bij ja, zoveel aantallen, zo'n grote aantallen binnen de simulatie. En kijken we dan naar het volgende onderdeel van de simulatie? Dan gaat het eigenlijk over robotaxies. Nou, robotaxis is een idee dat er waarschijnlijk wel aan zit te komen de komende jaren. Een robotaxi is dus eigenlijk gewoon een taxi zonder chauffeur die zelfrijdend kan zijn, mensen op kan halen. Dat is heel, ja, kan heel winstgevend zijn. Omdat als je nu gaat kijken naar taxi's, dan zijn de meeste kosten die worden uit, eigenlijk uitgegeven aan de taxichauffeur. Het, het salaris, de loon van een taxichauffeur. Dus als je die eruit kunt halen en de taxi wel kan laten rijden... betekent dat je het een stuk minder kosten hebt... en dus je winstgevendheid omhoog gaat... En natuurlijk kun je een auto dan optimaal gaan gebruiken. Je kunt een op auto in dat soort situaties misschien wel 90% van de tijd inzetten als taxi. De andere tijd zal die zelf opgeladen moeten worden. In tegenstelling tot misschien een particulier die 5 of misschien 10% van de tijd een auto gebruikt. Dus je ziet wel dat er een enorme potentie is in robotaxi's misschien zal dat eerst nog zijn met chauffeur, maar later zal het dan uiteindelijk wel mogelijk zijn zonder chauffeur als de software, als de FSD software dat toelaat. En Tesla kan er dan voor kiezen om die auto's, die taxi's, die robotaxi's zelf in te gaan zetten of misschien ook wel juist als de productie het niet toelaat, als ze alles kunnen verkopen, um, in ieder geval ook auto's Teslas die mensen zelf al in bezit hebben, dan kunnen particulieren er bijvoorbeeld voor kiezen om als zij op het werk zijn tussen 9 en 4 de auto niet nodig hebben... dat die op dat moment ingezet wordt als taxi. Dat zou zo kunnen zijn. Zou mogelijk moeten kunnen zijn. En dan kan Tesla daar een gedeelte van de omzet van pakken. Eigenlijk hetzelfde idee zoals bijvoorbeeld Apple doet met hun App Store. Zij pakken 30% van de omzet die via de App Store verdiend wordt. Um, dat is eigenlijk een soort van service fee. En wanneer Tesla dit zou toepassen... Um, dan zou dit ook heel veel geld binnenbrengen, heel, veel, ja, heel winstgevend zijn voor Tesla. Dus laten we ook even gaan kijken waar ARK Invest van uitgaat voor die robotaxis. En ik heb die gegevens dan wederom in een grafiek gezet, omdat het natuurlijk heel lastig is om 5000 regels één voor één of gewoon door te gaan scrollen. Dus gaan we kijken, gaan we kijken waar wij de simulatie uitgaat van in welk jaar robotaxis worden ingezet. Dan is dat dit jaar gaat er bijna van 9, 9,2% van de simulaties gaat uit... Dat dit jaar robotaxis komen lijkt me heel onwaarschijnlijk. Op dit moment zijn er zo'n 100.000 Teslas in de beta-versie van de full self-driving. Het wordt dus nog volop getest. Er wordt heel veel data binnengehaald. Elon Musk zei van de week dus ook nog dat dit waarschijnlijk aan het einde van het jaar uit is gebreid naar 1 miljoen Teslas die gebruik maken van de beta-software. Het betekent wel dat er heel veel data binnenkomt, dat er heel snel verbeteringen gemaakt kunnen worden. Maar aangezien er aan het einde van het jaar nog steeds een beta-software zal zijn, zal het. Waarschijnlijk niet zo zijn dat er een robotaxi is. Ik denk, ik weet niet of Teslas daar nu al zelfs toe in staat zijn. Aan de andere kant, wetgeving, regelgeving is er op dit moment ook nog niet die toestaat. Alleen nog in testfases. Dus ik denk dat je dit al af kunt schrijven en dat al 9,2% van de simulaties dus eigenlijk al niet klopt. Is het dan volgend jaar? Nou, 16% van de modellen gaat daarvan uit. Lijkt me ook al wat onwaarschijnlijker, maar het zou zo kunnen. En je ziet eigenlijk wel dat in de komende jaren daar ja het percentage wel toeneemt in 2024 en 2025 gaat bijna een kwart van de simulaties daarvan uit ook 2026 nog maar ook simulaties houden er rekening mee dat het zelfs nog tot 2027 duurt 2028 2029 of 2030 dus het is zeker niet zo dat eigenlijk um, elke situatie, elke simulatie ervan uitgaat dat het de komende jaren al ingevoerd gaat worden. Het zou zo kunnen, er kunnen natuurlijk heel snel stappen gemaakt worden. Dat zie je ook als je die video's kijkt, die op internet staan, op YouTube staan. Dat Tesla telkens een update heeft, en die update best wel grote sprongen maakt. Dat er heel veel data verzameld wordt. Dus het zou wel kunnen dat het de komende jaren komt. Alleen. Dat het mogelijk is, wil nog niet zeggen dat het ook toegestaat gaat worden. Het is natuurlijk een heel ander verhaal dat die software gebruikt mag worden in je eigen auto als je achter het stuur zit. Dan wanneer het in een robotaxi zit waar geen chauffeur is, maar dat er iemand gewoon op de achterbank zit. Ook nog een heel, ple een heel rare plek die eigenlijk ja, niet in kan grijpen als er iets misgaat. Dus het lijkt mij in ieder geval heel onwaarschijnlijk dat het in ieder geval in de komende twee jaar gaat gebeuren. En dan valt dus eigenlijk al een beetje zo'n kwart van de simulaties valt af. En nu hebben we het dus over de waardering van Arkenvest. Wil je nou zelf ook gaan berekenen? Maak dan bijvoorbeeld gebruik van beleggertools om te kijken wat analisten denken van een aandeel. Op dit moment is dat gemiddeld zo'n 950 euro voor de komende 12 tot 18 maanden. Maar maak ook zeker zelf een waardering op basis van jouw eigen verwachtingen voor de komende jaren. En een link naar beleggertools vind je onder de video. Net zoals affiliate links naar brokers zoals de Hero of Bugs als je een aandeel van Tesla wilt kopen bijvoorbeeld. En beide brokers hebben op dit moment ook een actie waarvan je gebruik kunt maken via mijn link onder de video. En dan komen we aan bij de conclusie van deze video. En dat is niet zozeer dat er gewoon onwaarschijnlijke scenario's zijn in de uitkomsten van deze Monte Carlo simulatie. Want dat is juist het hele idee van een Monte Carlo simulatie. Dat er juist ook rekening gehouden wordt met de uiterste, met de dingen die heel onwaarschijnlijk zijn. Ik denk alleen als we naar dit model gaan kijken, naar deze simulatie gaan kijken. En de 5000 simulaties die gedraaid zijn. Dat er wel juist heel veel onwaarschijnlijke simulaties in het model zitten. Waardoor de koers. Het koersdoel van Ark Invest, dus daardoor juist extra hoog uitvalt en daardoor juist zeer onwaarschijnlijk is. Maar dat is naar hoe ik er naar kijk. Laat ook vooral weten hoe jij kijkt naar de uitkomst. Uh, wat vind jij van de Monte Carlo simulatie? Wat vind je van het aandeel Tesla? Wat zijn jouw verwachtingen? Laat dat vooral weten in de reacties onder de video. Wil ik jou weer bedanken voor het kijken? Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren als je nog meer video's in de toekomst wilt zien. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.